kleding uit de kringloopwinkel. Het wordt steeds populairder, maar toch hebben veel mensen nog vooroordelen. Zo zou het dragen van een tweedehandsje vies zijn en iets om je voor te schamen. Medewerkers van de kringloopwinkel van werkvoorzieningschap WDK in Veendam die vinden dat onzin. En willen via een heuse modeshow het imago van het tweedehandsje verder opkrikken. Als je hier de tweedehands kleding koopt, dan weet je eigenlijk zeker dat je voor een hele lage prijs prima kleding hebt. Een spijkerbroek voor €2,50, een vest voor hetzelfde bedrag, een shirt voor €2 en een skipak voor €5,50. Kleren kopen is makkelijk, maar het goedkoop kopen, dat is juist een mooie sport. En die sport wordt door steeds meer mensen beoefend, vooral door de minima. Voor veel andere mensen heeft de kleding uit een kringloopwinkel nog altijd het imago van oud en vies. Ja, dat is een beetje het vooroordeel wat er ook heel lang tegen het kringloop in het algemeen bestond. En dat beeld is ik al duidelijk aan het veranderen. Voor kleding hebben mensen nog vaker het idee van ja, het is gedragen door een ander. Nou, ik heb natuurlijk zelf ook regelmatig wat nodig als ik het nieuws lees. Ik heb hier een leuk jasje gezien. €4. Dat is natuurlijk helemaal niks. Maar volgens mij staat het jasje uitstekend. En hij ruikt ook nog eens hartstikke fris. En dat is te danken aan deze dames. Hier wordt de kleding gewassen, gestreken en zo nodig voorzien van nieuwe knopen. Per week komen hier gemiddeld 100 zakken met kleren binnen. Wat is het vreemdste wat je ooit bent tegengekomen? Ja, onderbroeken. Dat kom je ook tegen, ja. Maar de onderbroeken worden weggegooid. De rest komt netjes in de rekken te hangen. Zaterdag organiseert de winkel 2 modeshows. 1 om 11 uur 's morgens en 1 om 2 uur 's middags. Om toch te laten zien dat we zelfs voor de kerstdagen hele goede kleding hebben. Die je dus rustig op eerste en tweede kerstdag als je uit gaat eten kunt dragen. En misschien wordt deze trouwjurk ook wel geshowt. Mocht u interesse hebben, hij kost €75. Zeg nou zelf, dat is toch een koopje.